Like deze video sneller dan dat ik mijzelf onzichtbaar maak in Roblox. Als jij sneller bent, heb je extra geluk in je leven. Als ik sneller ben, heb ik gewonnen in deze like challenge. Ik ben onzichtbaar. Dit is hoe je onzichtbaar wordt in Roblox. Het is niet te lastig. Het is alleen met de command dubbele punt invisible. Vandaag gaan we checken admin commands. Admin commands zijn amazing. Het zijn verschillende soorten commando's die je kunt uitoefenen, waarmee je eigenlijk jouw karakter iets laat doen. Of waarbij je iets laat gebeuren bij andere karakters. Admin house. Oh my god. Maar wacht, kan ik mezelf dan ook nu weer een invisible maken? Nee. Oh gosh. Oké, dat is wel, dat is een probleem. Zeg maar, ik weet hoe je jezelf onzichtbaar kunt maken. Oh ja, nice. Oké, als je af bent, dan is het weer goed. Dubbele punt. Fire zorgt ervoor dat je in de fik staat. Maar op zich is dat geen probleem. Want je koelt wel af als je wat heen en weer spint. Oh my gosh. En weet je, als je er nou echt van overtuigd bent dat je van aardappelen houdt, dan kun je er ook altijd nog voor kiezen om een aardappelhoofd te nemen. Oh my god, ik ga echt stuk. Dit kan toch niet? En als dat aardappelhoofd een beetje glow in the dark moet zijn, dan kan dat ook nog door middel van neon. Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat hier neon aan is. En als je jezelf dan helemaal fantastisch vindt op die manier, dan kloon je jezelf met dubbele punt kloon. En als je dat toch wat minder vindt, dan maak je jezelf gewoon van glas. Oh my gosh. Ja, dit zijn admin commands. Het interessante is, het gaat nog veel verder dan dat. Er zijn namelijk ook owner commands. En wat zijn owner commands ten opzichte van admin commands? Nou, met owner commands kan jij daadwerkelijk mensen bannen uit het spel. En over bannen gesproken, de banhamer. 99 Robux. Nou kijk, eigenlijk als ik deze gebruik, dan moet ik dat natuurlijk wel doen op een moment dat er ook echt meer spelers zijn. Dus possibly dat ik dat nog ga proberen. Er zou ook een command zijn genaamd Slender, maar die werkt denk ik niet. Oh! 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 Wat? Oh, dat is dope. Oh, dat is echt heel dope. Oké, zeg maar, ik had niet gedacht dat die zou werken. Want meestal is dat meer een beetje om mensen het idee te wekken dat dat kan. Mijn kloon is daar nog steeds. Oh, dit is zo bizar. Ik heb mezelf veranderd in Slender. Dat is zo amazing. Oké, dat is best wel cool. Wat hebben we nog meer? We hebben dubbele punt M. Ik weet niet wat dat inhoudt. Dubbele punt M. Oh, dan kun je... Oh, dat is gaaf. Dan kun je een bericht achterlaten. Dus als ik bijvoorbeeld dit doe. Dubbele punt M en dan like. Oh, dan gebeurt er niks. Oké, maar je laat een bericht achter in ieder geval. Ja, wat kun je nog meer doen? Je kunt jezelf een groot hoofd geven als het goed is. Ik weet alleen niet of dat ook echt werkt. Oh my gosh. Oké, that's pretty amazing. En last but not least, je kunt jezelf laten exploderen. Want dat is gaaf. Oké, dus nu zit ik in het spel met zeg maar echt alle spelers. Dus nu zou het epischer zijn als ik mijzelf bijvoorbeeld in Slender verander. En at the same time, nu wil ik toch wel even checken wat er bijvoorbeeld zou gebeuren als ik de banhamer haal. Kijk, je kunt dus letterlijk alle spelers inmaken op het moment dat je de godly admin command zet. Dan kun je letterlijk gewoon dubbele punt kill all doen en dan zijn alle spelers in één keer ingemaakt. Bij genoeg likes wil ik dat misschien wel proberen, maar eerst de banhamer by now. En ik heb hem gekocht. Alleen, ja, ik heb hem. Oh my gosh. Oké, kan ik nu letterlijk spelers bannen? Ik ben echt super benieuwd. Kan ik jou bannen? Kom hier. Oh! Oh! Oh, wat? Bro, you're kidding me. Oké, en ik kan ook dubbele punt God doen, denk ik. En dan, of werkt dat niet zo? Of Godly misschien? Zeg maar, er is een admin command. Een beetje in die trant waarmee je zeg maar jezelf onsterfelijk kunt maken. Maar wauw, check this out, bro. Ik kan mensen lijp inmaken hiermee. Oh, dit is zo... Ik heb letterlijk iemand gewoon in stukjes laten vallen. Oh. Oké, ik wil op zich de, zeg maar, de godly admin commands wel... Maar welke admin commands zijn er allemaal? Want je hebt er best wel veel. Je hebt hier, zeg maar, de super admin. Je hebt de ultra VIP. Maar wat is dan de allerduurste? Want de godly admin kost 777. De owner admin kost 1300. En de YouTuber admin die kost 5000. Oké, 5000 Robux. Oké, dat zou wel echt heel erg insane moeten zijn in dat geval. Oh my god, dit is zo geniaal. Oké, is er nog iets anders? Wat is ice cream eigenlijk? Dubbele punt ice cream. Zo, ik heb ice cream gedaan. En ik weet niet waar dat voor zorgt. Ik zie personally niet echt iets. Oh my gosh! Er is een busje met ice cream waar een clown in zit. Oh my gosh. Dat is insane. Dat is zo ongelooflijk eng.
Het nare is wel, op het moment dat je afgaat, dan raak je jouw aangekochte item kwijt. Super zonde natuurlijk, want ik heb daar net best wel wat Robux voor betaald. Of kan ik hem nu gewoon weer krijgen als ik er overheen loop? Ik hoop eigenlijk wel dat ik hem gewoon weer kan krijgen. Dit was hem toch? Werkt dat? Oh, er staat dat ik hem nog steeds heb, maar ik heb hem niet. Ik weet niet precies hoe dat zit. Er is hier nog een hamer, dat is de hamer van Thor. Die kan ik ook kopen. Oh, dat zijn zoveel epische dingen. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Nou, ik weet het wel. Ik wil eigenlijk gewoon mezelf veranderen in iemand anders. Wacht, zijn er niet nog meer commands? Even kijken, we hebben hier Small Head Clone. Ja, die hebben we allemaal al geprobeerd. Wat is FF eigenlijk? FF, wat gebeurt er dan? Oeh, dan krijg ik die God Circle om mij heen. Nice. Op zich is er nog wel een karakter waarvan ik wil weten of daar een command aan gekoppeld zit. Dubbele punt, Jeff. Hè? Jeff the Killer, de creepypas. Oh my gosh. Dat is zo creepy. En ik heb mijn banhamer ook weer terug. Oh, wat? No way, wacht. Dubbele punt, Piggy. Oh my god, dat is zo amazing. Je kan jezelf letterlijk veranderen. Wacht eens even. Dubbele punt Spider-Man. Wauw, wacht. Dubbele punt Thanos. Oh my gosh, Thanos in een Spider-Man pak. Elk soort karakter. Wacht, dubbele punt Granny. Nee, Granny kan niet helaas. Wacht, dubbele punt. Ja, wie heb je eigenlijk nog meer? Wat voor creepypasta's? Shrek misschien? Nee, werkt ook niet. Oké, dat is wel een soort van jammer. Ik had eigenlijk gehoopt dat echt alle soorten creepypasta's mogelijk waren. Het interessante aan dit spel is, je hebt ook een zogenaamde admin wall. En, oh nee, iemand gaat mij denk ik proberen in te maken zometeen. Wacht, dubbele punt FF. Dat is sowieso een hele belangrijke. Als je die namelijk doet, kan je dus simpelweg niet worden ingemaakt. Maar wacht, als ik nou bijvoorbeeld dubbele punt morphs doe, dan heb ik als het goed is een overzicht van alle soorten morphs die ik kan gebruiken. Wauw, dit is zo amazing. Oké, nou, ik vind het echt heel gaaf. Ik denk dat je op de... Wacht, zag ik nou Superman staan? Kan ik echt letterlijk gewoon dubbele punt Superman doen? En verander ik dan ook daadwerkelijk in Superman? Ah nee, wacht, maar dan moet ik waarschijnlijk dubbele punt Morph. En dan moet ik zeg maar de naam van het karakter doen. Oké, ik ben benieuwd of dit gaat werken. En dan Superman. Ja! Oh my gosh, ik ben letterlijk een soort van Thanos Superman. Wat? Dubbele punt Rainbow Fart. Oh my gosh, you are kidding me. Is dit serieus? Oh my... Wat? Oké, dat is echt ongelooflijk bizar. Oké, wat als ik bijvoorbeeld mezelf heel groot wil maken? Giant. Oh wacht, waarschijnlijk moet ik dan giant en dan moet ik gewoon zo doen, denk ik. Werkt dit? Nee, dit werkt niet. Op zich lijkt het mij ook wel een grappig idee als ik gewoon een soort van dino ben... Oh my gosh. Oké, dat is geniaal. En zou ik dan ook letterlijk van een dino weer terug kunnen naar Slender? Ja. Dus letterlijk, het is gewoon mogelijk. Je kan gewoon een dino zijn. Je kan gewoon Slender zijn. Oké, maar dit hier zijn dus alle commands die je kunt kiezen. En op zich, het lijkt mij ook wel grappig als ik bijvoorbeeld dit doe. Ik weet niet of dat werkt. Nee, dat werkt niet. Oké, wacht. Oh, wacht. Waarschijnlijk moet ik dan zeg maar mezelf zijn in het spel. En dan werkt die wel. Oké, we gaan hem even testen. Let's go. Het werkt niet. En werkt deze dan wel? Deze werkt ook niet. Oké, sommige werken, maar sommige niet. Maar wat nou als ik bijvoorbeeld mezelf groter wil maken? Waarom werkt het niet? Nou ja, weet je, in dat geval lijkt het mij een leuk idee om de hamer van Thor erbij te halen. We hebben natuurlijk de banhamer, dus misschien is het wel grappig. Deze kost ook 100 Robux om te kijken wat deze hamer dan wel niet kan. Oh my gosh. Oké, 3, 2, 1. Oh gosh, je maakt elke speler hiermee in. Oké, welke hamer zou jij kiezen? De banhamer voor 99 Robux of de hamer van Thor? Oh, deze zijn allebei zo gaaf. Heb je ooit gewoon letterlijk Piggy met de hamer van Thor? Is dat niet wat heel de wereld gewoon wilt? Gewoon Piggy en dan met de hamer van Thor. Oh my gosh. Ik kan spelers binnen no time inmaken. Het is... Oeh, wacht. Dat kan natuurlijk ook. Dubbele punt fly. En dan ben ik af. Oké, dat is een soort van onhandig. Maar ik denk dat als ik zeg maar vlieg... Dat ik dan automatisch de banhamer in de lucht kan gebruiken. En dat is toch wel een soort van awesome. Kan dat? Ja, dat kan. Oh gosh, wacht, er is daar een speler, denk ik, die probeert te ontsnappen, ja. En deze speler zou ik dus een soort van, denk ik, wel kunnen inmaken als ik dicht in de buurt ben. Wauw, oh, hier is iemand en let's go, deze speler is ingemaakt. Ja, nee, dit is echt super geniaal en hier is ook een speler. En als je dus dubbele punt FF doet, dan heb je een soort van, FF, dat staat voor Force Field. Oké, that's pretty amazing. Dat zorgt er dus voor dat je eigenlijk een soort van onsterfelijk bent voor een bepaalde tijd. Alright, ik ga nu nog één ding proberen en ik hoop dat het gaat werken. Oh my gosh. En wacht, hold up. En... Wauw.
Je kan jezelf gewoon mega en ook mega maken. It's amazing. Like voor meer. Is er niet nog iets anders wat ik kan... Nou, weet je, ik blijf het episch vinden. Ik ga het gewoon doen. Let's go. Adios.